Moederdag begon op heel veel plaatsen mooi met een prachtige zonsopkomst. Het wordt vandaag ook warm, maar er is ook risico op een fikse regen- of onweersbui. Nou, als we naar de radarbeelden van grote delen van Europa kijken, dan zien we op dit moment regen. Boven het zuiden van Scandinavië. Dat is de regen van gisteren geweest. Er zitten ook een aantal buien. Zo lopend vanaf de Noordzee over het midden van Engeland. Dat is een koufront. Daar krijgen we vannacht en morgen mee te maken. Aan de voorzijde in Nederland is het vandaag warm. Maar ook een beetje broeierig. En in Frankrijk zijn afgelopen nacht en aan het einde van de nacht al een paar buien tot ontwikkeling gekomen. Dat zijn die kleine witte spikkeltjes. En als we de radarbeelden in beweging zetten, dan zien we dat het aantal van die buien toeneemt en ze trekken ook onze kant op. Als we dan inzoomen op de radar van Nederland, dan zien we ook dat die buien later al vanuit het zuiden op zijn komen zetten. In het westen van Brabant en in Zeeland kwamen vanmorgen al de eerste lokale buien voor, soms met onweer. En het ziet ernaar uit dat de komende uren nog wat meer buien kunnen ontstaan en die trekken dan van zuid naar noord over het land. Op de ene plek valt het allemaal erg mee, maar op een andere plek in Nederland kan er vanmorgen toch even een forse zomerse bui overtrekken. Daarna ziet het er echter weer goed uit. Want vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog. De laatste bui trekt dan via het noorden het land uit. De zon die breekt regelmatig door, soms zelfs verrassend goed. En met de zuidenwind wordt nog altijd warme lucht aangevoerd. Het wordt zo'n 20 tot 22 graden in het Waddengebied. 24 graden in Groningen-Friesland en verder zuidwaarts kan de temperatuur zelfs oplopen tot een graad of 27. Dus na een eventuele ochtend-onweersbui, vanmiddag in vrijwel het hele land droog en behoorlijk warm. En ook vanavond liggen de temperaturen nog steeds op een aangenaam niveau. Maar in het westen, daar neemt toch wel weer de kans op buien toe. Die buien boven Engeland komen geleidelijk aan dichterbij en misschien ontstaan er ook wel weer een paar nieuwe exemplaren. Maar in het oosten blijft het nog lange tijd droog. Daar volgen in de loop van de nacht de buien. De buien breiden zich dan uit. Lokaal komt het ook nog tot onweer en uiteindelijk daalt komende nacht de temperatuur naar een graad of 15. Fijne dag verder.